De kop is eraf, blij en ook echt opgelucht dat we van start zijn gegaan met mooie partijen. En ik moet helaas wel bekennen dat ik een beetje teleurgesteld ben of het echt heel jammer vind dat alle drie de Nederlanders eruit liggen en dus niet meer terug zullen keren. In ieder geval niet in het enkel spel. Dus dat is jammer, maar tegelijkertijd ben ik ook wel erg onder de indruk van het niveau wat er is laten zien. Ja, het leuke is dat Tom en Michael wel samen dubbelend terugkomen natuurlijk in het toernooi. Dus die zullen morgen van start gaan in de dubbel. En zij zijn een koppel die hun oog helemaal gericht hebben op Tokio, de Paralympische Spelen. Dus zij zijn al heel lang een dubbel koppel. Dus alle pijlen daarop gericht. En ik hoop ook echt dat ze daarmee ver zullen komen. Maar morgen moeten ze ook tegen Ruben. Dus dat kan een interessant potje worden. Ja, een van de misschien wel hoogtepunten in dit toernooi vind ik echt heel gaaf om te zien. Hebben we ook wel lang aangetrokken en de aanhouder wint, zeggen ze dan. Maar de livestream, alle wedstrijden worden inderdaad op de livestream uitgezonden. En dan niet zomaar met één camera van bovenaf, maar we hebben langs de kant allerlei op afstand bedienbare camera's staan. Dus de verslaglegging van een wedstrijd, maar ook de emotie van de spelers, maar misschien dus ook wel juist de techniek van de stoel bewegen, die komt nu heel mooi in beeld. Dus ja, ik vind dat wel heel tof om te zien en ik denk zeker een grote stap voorwaarts in het toernooi. Ja, morgen zijn de singles en de dubbels gaan van start, dus we hebben een vol programma. Veel wedstrijden. Een van de wedstrijden die ik heel graag wil zien of waar ik heel benieuwd naar ben wat de uitslag daarvan gaat worden is dus Jeff van Dorp uit België tegen Joachim Girard, ook uit België. En Jeff is dus een nieuwkomer, 19 jaar, heel jong, upcoming zou ik bijna willen zeggen. Maar Joachim heeft de Australian Open gewonnen, zijn eerste Grand Slam. Dus hij is on fire misschien wel. Dus ik denk dat dat wel een hele mooie partij gaat worden. Ja, we hebben dan ook inderdaad nog Gustavo Fernandez. Die moet morgen zijn eerste wedstrijd spelen tegen Martin de la Puente uit Spanje. En die twee kennen elkaar heel goed, want die trainen heel vaak samen. Gustavo heeft ook een woning in Spanje, is vaak in Spanje en traint vaak met Martin. En dus zij delen ook ongeveer coaches met elkaar, worden door hetzelfde team begeleid. Dus ze kennen elkaar door en door. Maar ik heb Gustavo gesproken en hij is wel, hij is wel in topvorm. Voelt zich goed, voelt zich super fit. Dus ik denk ook wel dat hij hier voor het hoogst haalbare gaat strijden. Ja.